Heel goed. Nou, we gaan er kennis van nemen. Dankjewel. Uit peilingen blijkt dat docenten in meerderheid op linkse partijen stemmen. Scholier Mats Nelis heeft bijvoorbeeld anekdotisch aangewezen dat onderwijzers links bevooroordeeld zijn. Ons rapport bewijst onomstotelijk dat ook de schoolboeken links gekleurd zijn. Wat vindt u daarvan? Ja, ik vind dat als je lesgeeft als docent, moet je dat onbevooroordeeld doen. Ook al heb je een vaste overtuiging. Ik ben ook docent geweest. Ik zat tegelijkertijd in de gemeenteraad voor de SGP. Maar, en ik heb staatsinrichting gegeven. Als ik het over politiek had, dan was het streven om alle politieke partijen volledig recht te doen. Als ze zelf in het lokaal zouden hebben gezeten, zouden ze daar instemmend op hebben moeten knikken. Dat was mijn streven. En in die zin, kijk, dat een docent een linkse oriëntatie heeft, ja, nou ja, dat wordt misschien nog wel beter, maar dat kan natuurlijk. Maar het opdringen van, het indoctrineren, ja, dat is natuurlijk uit een boze. Laat staan schoolboeken. Schoolboeken die links gekleurd zijn, ja, ik zou er niet voor kiezen in zo'n methode. Minister van Onderwijs van Engelshoven heeft gezegd dat ze in gesprek wil met uitgevers van schoolboeken, omdat ze nog te veel een traditioneel gezin in beeld wordt gegeven. Vindt u het een taak van de overheid om de inhoud van schoolboeken te sturen of te bepalen? Ja, ik vind dat een hele wonderlijke standpuntbepaling. Het grenst aan censuur. Je moet dat niet willen. Je moet als overheid verre blijven van de inhoud van die schoolboeken. Die schoolboeken die worden, als het goed is, die methodes worden gekozen door scholen op grond van wat ze te bieden hebben. Dan moet je als overheid niet tussen willen gaan zitten. En als minister heb je volgens mij ook veel meer en veel beters te doen dan met uitgeverijen in gesprek te gaan over de inhoud van schoolboeken. En als daar het gezin te veel in naar voren komt, dan vraag ik me af waar dat op gebaseerd is. Want gelukkig hebben we in Nederland nog steeds een situatie dat in het overgrote deel van de kinderen dat die opgroeit in een klassiek gezin. Nou, prima toch als dat als een model in een boek voorkomt, maar daar moet je als minister niet eens je mening over vormen. Wordt u als SGP-fractie ook benaderd door ouders met klachten over de linkse kleuring van het onderwijs? Ja, dat gebeurt wel eens, maar niet veelvuldig. Het heeft er misschien mee te maken dat onze eerste contacten, of de nauwste contacten van de SGP met het christelijk onderwijs en het reformatorisch onderwijs zijn. Hoewel wij ook contacten hebben met de andere denominaties, hoor. Dat hoort bij onze taak ook, vind ik. Maar ik vermoed dat vanuit niet mensen met een, of onderwijs met een niet-SGP-achtergrond, dat die makkelijker andere fracties benaderen dan de SGP. Maar het gebeurt wel en als het zo is, dan proberen we ook altijd daar de vingers achter te krijgen en te kijken wat is nou precies, wat is er precies aan de hand, wat kunnen wij eraan doen en hebben wij als politieke partij daar überhaupt een taak in. Dat moet je ook altijd afvragen natuurlijk. De schoolboeken stellen de jihad stelselmatig voor als een geestelijke strijd om een goede moslim te zijn en niet als een gewapende strijd tegen de ongelovigen, zoals de Koran hier wel over spreekt en zoals het ook altijd door imams is uitgelegd. Wat vindt u daarvan? Nou, dat lijkt me inderdaad een heel eenzijdige voorstelling van zaken. Kijk, die geestelijke strijd, dat kan in, die jihad, dat kan inderdaad die innerlijke, inwendige geestelijke strijd zijn. Maar wat je ziet, en als je een beetje van geschiedenis weet, dan weet je dat de jihad ook de drijvende kracht achter enorme veroveringstochten sinds 622 is geweest. Noord-Afrika, Spanje, tot in Midden-Frankrijk toe. En dat de drijvende kracht erachter jihad is geweest. En dan heb je het niet over een geestelijke worsteling, maar dan heb je het inderdaad over een fysieke strijd. De oorlog aangaan. Volgens het UNICEF-handboek zijn scholieren, en dan met het klimaatmeisje Greta Thunberg als voorbeeld, uiterst bruikbaar als veranderingsagenten. Kinderen moeten hun ouders een rode kaart geven wanneer ze bijvoorbeeld een SUV rijden of de kachel een graad te hoog hebben staan. Wat vindt u ervan dat kinderen zo gebruikt worden in de klimaatstrijd?
Ja, dat is typisch iets dat hoort bij een totalitair denkpatroon. Dat je kinderen inzet van jou gelijk maakt. Dat je kinderen gebruikt om jouw standpunten doorgevoerd te krijgen. Nou, ik gruw ervan, eerlijk gezegd. Hartelijk dank. Graag gedaan. Succes ermee. Dankjewel.